Dank jullie wel voor jullie komst deze middag. Ik kan me voorstellen dat jullie al genoeg hebben gehoord vandaag. Het was een bewogen dag. Maar wij dachten het is goed om toch even wat langer stil te staan bij de belangrijke cijfers die vandaag zijn gepresenteerd. Dit is voor GroenLinks een belangrijke dag. Al jarenlang leggen we de nadruk op het belang van het aanpakken van klimaatverandering. Lag het klimaatakkoord en nu zijn de cijfers er. En daar wil ik even kort met u doorheen lopen. En vervolgens aangeven vooral een antwoord op de vraag, hoe nu verder? Het kabinet heeft een probleem als je de cijfers vandaag ziet. Ze heeft een probleem met zichzelf, want ze halen de doelen niet. Ze hebben een probleem met de samenleving, want het is niet eerlijk. Ze hebben een politiek probleem, want straks is er geen meerderheid meer. Ik loop kort even met u door de verschillende problemen heen. Te beginnen bij de doelen. Dat probleem speelt niet alleen al in 2030, maar ook al op korte termijn, in 2020. Dan zijn we verplicht, volgens de agenda-uitspraak, om 25% reductie te realiseren ten opzichte van 1990. Dat redden we nu niet. En ook als we naar de lange termijn kijken, naar 2030, dan zien we dat dit klimaatakkoord, zoals het PBL het zegt, dat we daarmee de doelen niet gaan halen. Wat het planbureau voor de leefomgeving nog meer zegt voor de lange termijn, en dat is opvallend, is dat vooral de industrie te weinig bijdrage levert. Er wordt gerekend en gewerkt met enorme bandbreedtes, maar zelfs als je die bandbreedtes hanteert, komt de industrie niet aan de opgave die ze eigenlijk hebben. We gaan door. Want het probleem is niet alleen dat de ambities niet gehaald worden, het probleem was ook dat er niet eerlijk wordt gedeeld. Niet eerlijk tussen bedrijven en huishoudens, maar ook niet eerlijk tussen hoge en lage inkomens. Want wat is de realiteit? Al in 2019 zagen we dat de energierekening voor huishoudens omhoog ging. We hebben daar het kabinet verschillende keren voor gewaarschuwd. Ja. En wat we hebben gezien in 2019, dat heeft het CPB toen laten zien, is dat eigenlijk lage inkomens een veel hogere rekening betalen voor die klimaatmaatregelen, de lage inkomens, dan de hoge inkomens. En dat het niet goed verwerkt zat in de koopkrachtplaatjes. Dat is nu wel gebeurd. En dan zien we het beeld dat de lage inkomens er veel meer op achteruit gaan dan de hoge inkomens. Ook een beeld dat hersteld moet worden. Als je kritiek hebt op plannen, moet je ook met alternatieven komen. En daarom is het belangrijk om aan te geven wat de inzet van GroenLinks de komende tijd zal zijn. Dat begint bij het agenda doen. Dat mogen we niet vergeten, dat moet gehaald worden. Dat betekent dat een noodplan nodig is, want we hebben maar heel weinig tijd. Dat noodplan behelst dat we 4 van de 5 kolencentrales versneld zullen moeten sluiten voor 2021. En het betekent ook dat we niet alleen moeten praten over compensatie van de energierekening van huishoudens voor in de toekomst, maar ook al voor 2019. Dat is belangrijk voor het draagvlak voor klimaatbeleid. De voorjaarsnota zou zomaar eens een van de eerste wetten kunnen zijn die door de nieuwe Eerste Kamer behandeld gaat worden. Het is een belangrijke inzet voor GroenLinks dat ook al in de voorjaarsnota 2019 compensatie wordt gerealiseerd voor de energierekening. Vervolgens moeten we dat structureel maken bij het belastingplan 2020. En de belangrijkste aanvulling die nodig is, zit bij de industrie. De malusregeling, het boetesysteem, werkt niet. En daarom moeten we komen met de CO2-heffing voor grote bedrijven. Daar hebben wij ook al een wetsvoorstel voor ingediend. En een andere nadruk waar we op moeten letten is de subsidie die er is voor CCS, de opslag voor CO2. Maar we moeten nog verder gaan. Ook de landbouw kunnen we niet ontzien. Daar moeten grotere stappen worden gezet. Wat ons betreft is de ambitie dat in 2030 de bio-industrie niet meer bestaat. Via normering enerzijds, maar ook via warme sanering. Iets wat het kabinet ook al heeft voorgesteld, maar wat we veel verder zullen moeten uitbreiden. En dan de mobiliteit. Het is moeilijk uit te leggen als politiek aan mensen in Nederland dat je elektrisch moet gaan rijden, dat je je benzineauto de deur uit moet doen. En als we dan tegelijkertijd het vliegverkeer in Nederland zouden doen laten groeien. En dat betekent dat bij een goed klimaatakkoord ook hoort dat Schiphol niet verder groeit en dat een nieuw vliegveld als Lelystad niet wordt geopend. En ook het taboe van de kilometerheffing moet nu eindelijk besproken worden. En de inzet van GroenLinks gaat natuurlijk niet alleen over de ambities. Het gaat ook over het eerlijk delen.
Het gaat over een CO2-belasting voor de grote bedrijven. En het gaat over een eerlijke verdeling van de lasten voor de opslag duurzame energie. Als het goed is, is u opgevallen dat er allerlei verschillen zijn met wat de premier zojuist in de persconferentie zei. Maar hopelijk is nog meer opgevallen hoeveel overeenkomsten er zijn. En daar ben ik ontzettend blij mee. De inzet van GroenLinks is al een hele tijd dat er een CO2-belasting moet komen. En dat de energierekening voor burgers omlaag gaat. Dat we ook op de landbouw extra stappen moeten zetten. En ook op mobiliteit. En dit was voor het eerst dat ik niet alleen een uitgestoken hand zag, maar ook een hand die gevuld was. Volgende week zijn de verkiezingen. Klimaatverkiezingen, heb ik wel gezegd. En het grote gevaar wat dreigt is dat de coalitie zich straks gaat opsluiten. Ze hebben geen meerderheid meer en ze gaan tot april, hoorde ik minister Wiebes zeggen, onderhandelen over hoe een klimaatakkoord eruit moet zien. Ik vind dat onverstandig. Ik hoop dat het kabinet ook het gesprek weer aan kan gaan met de milieubeweging, maar ook met ons. Want na klimaatverkiezingen van volgende week weten we wie er nodig zijn voor de meerderheid in de Eerste Kamer. En mijn oproep is aan de premier om op 21 maart met de partijen die nodig zijn voor die meerderheid, die bereid zijn om de 49% reductie te realiseren, om de tafel te gaan zetten, om een meerderheidsakkoord te realiseren. Je zou het eigenlijk een klimaatformatie kunnen noemen. Wij zijn daartoe bereid. En de vraag is het kabinet dat ook?